Donderdag 1 mei werd in het gemeentehuis van Zomeren de eerste toewijzing van een startersleerling overhandigd door wethouder Guido Schoolmeesters aan Nick Maas. Wethouder Guido Schoolmeesters, de gemeente heeft voorlichtingsavonden gehouden voor startersleerlingen. Die zijn succesvol gebleken. Ja, die zijn heel succesvol gebleken. We hadden in eerste instantie een 50-tal formulieren liggen voor de aanvragen te kunnen verzorgen. Nou, die waren we in een hele korte tijd kwijt, dus die hebben we al bij moeten bestellen. En er lopen een behoorlijk aantal aanvragen op dit moment. En Nick heeft daarvan de eerste toekenning inmiddels ontvangen. Ja, Nick Maas uit Zomeren. Ja, Nick Maas uit Zomeren. Waarom Nick? Je was gewoon de eerste. Nick was gewoon de eerste waarbij hij toegekend is. Hè. Ik weet niet of Nick ook als eerste het formulier in heeft gestuurd, maar bij Nick was het als eerste rond. Vandaar dat wij hier een extra momentje aandacht aan willen schenken om iets nieuws in Zomeren te kunnen presenteren. En het ook weer bij mensen opnieuw onder de aandacht te brengen. Dat het toch van belang is dat dat laatste stukje financiering rondgemaakt kan worden via de gemeente. En dat we daardoor zeg maar, de woningbouw op gang kunnen blijven houden. En ook de doorstroming in de woningen op gang kunnen blijven houden. En onze starters een mooie toekomst te kunnen geven in hun nieuwe eigen woning. Het heeft even geduurd voor de starters, of potentiële starters erover gingen praten, maar nu is het een beetje rond aan het zoomen. Ze hebben het ontdekt. Ja, het begint nu echt rond te gaan. Hè. We hebben in elk kerkdorp een presentatieavond gehad om dit aan de man te brengen. We hebben huis aan huis folders rondgedaan. Nou, het spreekt zich rond. Hè. Op verjaardagen en dergelijke wordt er toch over gesproken. En dat wekt bij de mensen toch de nodige aandacht. En een aantal daarvan die maken de stap om daadwerkelijk een formulier aan te vragen en het ook in te dienen. Welke huizen is de meeste belangstelling? Nou ja, het is huizen in het goedkopere segment. Zeg maar, hè. De starter die zeg maar instapt in een betaalbare woning, waarvan hij net het laatste stukje niet kan financieren, die gaan gebruik maken van de starterslening met name. Ja, in alle dorpen is belangstelling? Ik durf zo niet te zeggen hoe de verdeling is over alle kerkdorpen, maar op dit moment lopen er nog een tiental aanvragen. Maar ik durf zo niet te zeggen over waarover het verdeeld is. En of dat het verdeeld is over nieuwbouw of bestaande bouw, dat durf ik ook niet te zeggen. Want de SVN verzorgt dat voor ons helemaal. Pas op het moment dat alles toegekend is, krijgen wij er een signaaltje van SVN dat het rond is. En we hebben op dit moment al meerdere toekenningen binnen. Ja, aanmelding is nog steeds mogelijk. Ja, dat blijft nog steeds mogelijk. We houden de regeling gewoon in de lucht. We hebben er te beginnen €100.000 ingestort. Nou, op het moment dat het dreigt op te raken, dan zullen we gewoon bijstorten. Nick Maas, startersleningen waren mogelijk en Nick Maas was er heel snel bij. Ja, of dat ik er als eerste bij ben, dat weet ik niet. Maar ik heb wel in ieder geval alles heel snel afgehandeld. Elke keer als ik van de SVN een brief binnenkreeg, heb ik ook meteen alles teruggestuurd. En ja, daardoor kreeg ik ook weer heel snel weer antwoord. Waardoor mijn startersleding eigenlijk een klein maandje tijd eigenlijk al rond was. Ja, wie heeft jou gepusht of ben je zelf aan de slag gegaan? Mijn vader die kwam al mee dat hij er was. Dus via de adviseur wist ik wat ik kon krijgen. En daardoor ben ik meteen naar de gemeente gegaan om papieren op te halen en alles zo snel mogelijk af te handelen. En toen de voorkeur voor een woning? Bepaalde plekken waar je per se naartoe wilde? Nou ja, ik wou sowieso in de gemeente Zomeren blijven, dus het was voor mij sowieso Lierop of Zomeren. En mijn vader die had hier bij een makelaar in Zomeren een paar huizen gevonden die op betaalbaar zouden kunnen zijn. Daar zijn we ook meteen wezen kijken. Ja, toen ik wist dat ik het kon financieren, toen heb ik ook meteen gezegd, ja, daar wordt het huis, op de Hoogertstraat. Ja. En daar ga je alleen wonen? Ja, daar ga ik allemaal alleen wonen, ja. Een stap? Ja, dat is... Misschien wel een stap van je leven, of niet? Dat denk ik wel, ja. Ja? Het is in ieder geval wel... het is een huis, hè. Dus je blijft er als goed is een hele tijd van je leven in wonen. Dus, je hebt het huis gezien, moet er veel aan gebeuren? Om het nou in het begin voor mij zelf leefbaar te maken, moet er wel kleine dingen gebeuren. Maar natuurlijk ook over een paar jaar, als ik weer gespaard heb, natuurlijk weer flink gaan verbouwen om het helemaal naar mijn zin te maken. Je hebt nu twee linkerhanden, je hebt twee rechterhanden. Je kan ook wat. Ja, qua handen ben ik heel goed in, dus de meeste dingen zullen wel zelf gebeuren. Ja, wanneer ga je erin trekken? Dat is nou nog niet zeker, want eerst stond de afspraak op 2 juni dat ik de sleutel zou krijgen. Maar ja, omdat ik nou al, mijn hypotheek is ook al rond, mijn startersleding is rond, dus ik kan nou de notaris bellen om de afspraak te vervroegen. Dus ik hoop dat ik er over een paar weken aan kan beginnen in ieder geval en dan zo snel mogelijk in kan trekken. Veel woonplezier. Ja, dankjewel.